Hallo Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Plants vs. Zombies. De vorige aflevering ben ik begonnen met een potje Fasebreker oneindig en ik heb al een streak van 5. Ik moet nog, ja, een streak van 15 halen en dan krijg ik een trofee. Ik ga er eigenlijk al keihard niet van uit dat dat gaat lukken. Maar weet je wat? Waarom gaan we het niet gewoon proberen? Daar kunnen we nog eens wat leuks van leren. Ik ga mijn best doen en jij moet kijken. En als je dat niet wil, moet je maar zeiken. Plaats maar een comment. Het heeft toch geen nut? En zeg daarin, deze episode is kut. What up? Eens even kijken of deze zombie dood wil gaan. Dat is best wel belangrijk voor het halen van dit level. Dat deze zombie niet mijn plant opeet. Dankjewel voor het doodgaan. Echt, oprecht. Wauw. Eens even kijken. Ja, dat gaat helemaal goed. Stabiel, zou je het ook wel kunnen noemen. Deze zombie zal over enkele minuten dood zijn, zoals de planning aangeeft. Er is geen planning of zo. Eigenlijk is de planning gewoon een ding in mijn hoofd wat niet bestaat. Wat? Geen idee. Eens even kijken. Momenteel is er in ieder geval nog geen enkele zombie hier en zijn er wel een paar daar, dus... Dat zou je kunnen omschrijven als... Wauw, het gaat soort van de goede kant op. Eens even kijken. Ja, daar kan wel wat heen. En misschien moet ik hier gewoon een walnoot neerzetten. En wow, dat is een zombie. Fuck jou. Echt hoor. Fuck hem. Eens even kijken. Ja, dat gaat ook helemaal goed. Weer een chocoladereep. Ik krijg zoveel chocola. Waar ik echt helemaal niks mee doe. Voor de mensen die trouwens niet weten wat een chocoladereep doet. Die zijn lekker. Weet je, ik weet niet of je ooit chocola hebt gegeten. Waarschijnlijk wel. En anders, ik wil niet gemeen zijn, maar... Als je nog nooit in je leven chocola hebt gegeten, doe je toch iets verkeerd. Misschien ben je allergisch voor chocola, maar om erachter te komen moet je chocola eten. Dus, ja, dan heb je denk ik toch wel chocola gegeten, of niet dan? Het enige probleem is, er gaat zo meteen een gigantische boze man uit een van deze potjes komen. En ik weet niet welk potje. Dat is kut. Misschien is het deze. Nope, dat is hem niet. Dat is fijn om te weten. Wacht, ik haal dit weg en dan zet ik me hier neer. Vraag me niet waarom. Maar stel dat hij uit het potje komt helemaal op het einde. En dan moet ik daar nog planten neerzetten. Maar dat kan dan niet. Zoals de hele onderste rij staan nog geen planten. Dat moet ik misschien even fixen. Misschien gewoon een paar planten neerzetten op de onderste rij. Zo dan misschien. Hij gaat uit een van deze potjes komen. En ik ga niet weten welk potje. En dan ga ik dood. Dat is ongeveer mijn leven. Heel kort samengevat. Ik hoop dat het een potje is erg ver aan de rechterkant. Anders gaan we flink dood. Misschien komt hij wel... Ik laat hem nog even liggen. Ik dacht het al, ik kom vast uit die. Open alle potten. Vind dingen die hem kunnen pletten. Fuck. Dit. Plaats dat daar. Plaats dit hier. Hij moet dood. Lamp. Zit er nog wat leuks in? Nee, echt totaal niet. Kut. Hij gaat het halen. Hij gaat het halen. Ik kan er niks aan doen. De man. Shit, kak, poep. Man, waarom? Waarom doe je... Hij is dood. Hij is dood. Ik weet niet wat er gebeurt, maar er is een hogere macht gaande. Deze gast doet niet zoveel, die ontploft alleen, dus die kan ik wel openen, denk ik. Kiekeboe! Sproing! Ik denk dat deze gast ze allebei tegelijk dood maakt en dan BAM! Weer een ronde gehaald, echt. Ik had echt eventjes flink geluk hier, hoor. Volgende level! Woe, walnoot! Yeah! Woe, een landmijn. Ik hoop altijd gewoon dat de potten met de planten, dat je die openen, dat daar dan ook echt goede shit in zit. Maar nu... Nee. Het is altijd sowieso het handigst om de achterste rij te openen. Dat is een goede begintip. Open de achterste rij. Weet je, dan duurt het nog eventjes voordat zombies aan de andere kant zijn. Eigenlijk is dat sowieso de beste manier. Achterste rij openen. Volgende rij. Volgende rij. Volgende rij. Volgende rij. Volgende rij. Alleen als er in één keer een zombie in zit en je hebt nog geen goede linies, dan moet je in één keer heel veel potten openen en dacht alles kapot. Dan komt het eigenlijk... Ha, ik zei kapot. Wat grappig. Deze zombie gaat vanzelf wel dood. Hij heeft een walnootje om aan te knabbelen. Hartstikke mooi. Oké, dat is een beetje minder. 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 Kut, wat nu? Dit. Wauw, wat goed. Deze gast gaat nog steeds best wel dood. Deze gast gaat nog steeds best wel dood. Deze gast gaat al heel druk dood. Deze rij wordt een beetje druk en dat kan ik er eigenlijk niet bij hebben. Dus dat fixen we zo eventjes. Hartstikke mooi. Ik heb een druk lepeltje. Laten we het daarop houden. Wat spannend. Wat spannend. Ja, het gaat redelijk goed. Deze gast gaat wel een beetje het einde halen als ik niet opschiet. Hoppakee, dikke vette squash in je bekkes. Dankjewel, man. Oké, daar is een beetje druk. Of moet ik zeggen, gezellig. Dat kan natuurlijk ook. De vraag is vooral gewoon weer net als net. Waar de fuck zit zo meteen die grote gast in? Die grote gast is ook best wel een gevaarlijke gast. Moet je mee oppassen. Bam, double kill. Oké, dan, cool. Ik zal deze hier neerzetten. Dan pak je lekker 3 rijen tegelijk. Wat zou hierin zitten? Nog zo'n plant. Leuk, leuk. Handig. Wat zit hierin? Een normale zombie. Mooi. Dan denk ik dat we deze ronde wel gaan halen. Als er niet heel veel dodelijke dingen hierin zitten, overleven we het wel. Een zombie. Cool, dat kan. Die gaat gewoon flink dood. Peanuts, niks aan.
Net als mijn video's. Kut. Ik heb het toegegeven. Morgen in één keer in de spits. De metro. Nu.nl. Nou, dat moet eigenlijk zometeen al nu.nl. Want ja, nu.nl. Zeg het als nu. Niet morgen.nl. Of gisteren eigenlijk. Nee, het moet nu. Dus ja, dat niet. Niet in nu.nl dan. Ga maar dood, gekke helm, dude. Gaat maar heen. Oeh, zonnetjes. Ik had echt gehoopt dat ik 150 zonnetjes zou hebben. Als dan zo meteen de grote zombie komt. De grote zombie meneer. Had ik hem dood kunnen maken. Hij zit hier ergens in. Dat is het enge. Hij zit in één van deze bakjes. Oké, we kunnen hem misschien spotten nu. Ja, daar. Oké, dan kunnen we ons daarop voorbereiden. Door twee squashes neer te zetten. Als het goed is, gaat hij automatisch dood van twee squashes. Dus, hè? Dat hoort het idee te zijn in ieder geval. Toch? Ga maar. Bam, één squash. Pak hem, andere squash. Dood. Woo! Fuck you! Oké, dan. Hier een, ja, daar denk ik. Wat zit daar voor moois in? Een zombie. Wat geinig. Ik ben echt dol op die lantaarns. Ze kunnen je flink helpen. Oké, wat zit hier voor leuks in? Nog zo'n ding. Wat zit daar voor leuks in? Oh nee, kiekeboe. Oké, dan. Nou, plantje. Plet hem en we hebben gewonnen. Bam. Current streak 7. We zijn bijna halverwege. We gaan het sowieso nog verpesten. Maar de vraag is wanneer. Dat is altijd de vraag aan mij, joh. Het is niet alsof het wat nieuws is. Oké, dan. Nou, zombie, loop even een stukje door. Dan plaats ik een leuke peer shooter achter je. De peer shooters die naar links schieten zijn wel iedere keer repeaters. Die hebben een redelijk hoge shot speed. Dus één repeater kan wel één zo'n gast aan, geloof ik. Denk ik, hoop ik. Wat hebben we nog meer van moois? Zo eentje, hartstikke leuk. Weet je wat? Misschien gaat hij het niet halen. Dan plaats ik voor de zekerheid hier ook even een squash. Hartstikke mooi. Ik heb hier gauw een peer shooter nodig om deze gast dood te maken. Want die doet nogal bij de hand. Yes, dat gaat hartstikke goed. Oké, dan, hartstikke mooi. Zo dan, hartstikke mooi. Yes. Had ik al gezegd hartstikke mooi? Ik weet niet. Ik heb een beetje het gevoel dat ik overkom als een drol. Ik ben namelijk geen drol. Ik ben een mens. Met gevoelens en zo. Hele gekke gevoelens hoor. Gaat helemaal nergens over, maar toch. Ik heb ze wel. Ik dacht, ik doe het even op. Daar zit weer zo'n irritante gast in. Moet dat nou? Hè? Gaat hij het weer halen? Moet ik weer een of andere coole plant fixen? Ik kan sowieso dit fixen. Shit. Oh, de zombies ontploften ook. Dat is fijn. Even kijken hoe we dit gaan oplossen. Wordt een beetje druk namelijk op mijn beeldscherm. Zo, daar gewoon weer zo'n ding neerzetten. Wat hebben we allemaal voor leuks gevonden? Hier is een vertragingsding. Hartstikke gezellig. Deze gast gaat helemaal in zijn eentje. Daar heb ik even iets voor nodig. Ja, dit is goed joh. Lekkere squash. Nee, hij is net dood door die. Oh shit, helemaal niet op gelet. Zonde. Zonde van mijn squash. Oké, dan. Ja. Dit gaat wel goed komen, denk ik. Of toch niet? Shit. Poep, poep, poep in de soep. Dit gaat misschien niet goed komen en dat willen we niet. Shit, shit. Ik heb iets nodig. Bommetjes. Sorry. Ik moest eventjes. Veiligheidsredenen. Misschien had ik het ook zonder gered, maar ik wil het niet riskeren momenteel. Het enige jammer is dat hierin zometeen de grote man zit. In een van deze twee zit de grote man. Laten we gewoon allemaal onze handjes vouwen en hopen dat in die andere een squash zit en dat die in die zit. Nope, dat is de grote man. Oké, dit ding. Handig. Oké, hij gaat wel heel langzaam. En er worden redelijk veel dingen op hem afgevuurd, dus we hebben tijd. Het is tijd. De hoogste tijd. Hij gaat echt heel langzaam, maar nu met die blauwe kapot. Nee! Rick, waarom moet het nou weer? Kom op, hij kan dood. Laten we bidden. Laten we huilen. Laten we zeggen dat ik iemand anders ben. Kom op, ga dood, ga dood, ga dood. Ga dood, stuk ongeluk. Stuk vies kak. Poep. Nee, niet over de streep. Niet doen. Dat is vies. Niet daarheen gaan. Kom op, zoveel ballen. Het is te laat. Het is te... Nee, nee. Kom op. Ah, man. De boze man. Een streak van 7. Ik ben trots hoor, daar niet van. Ik ga dit aan mijn kleinkinderen vertellen, dus dat scheelt. Ik heb trouwens de vorige aflevering een Zen Garden dingetje. Ik heb een klein boomstronkje gekregen. Voor mij zijn die 8000 waard, dus om groot maken. Ondertussen ben ik dus een beetje geld aan het uitgeven. Ik heb 37.000. Ik heb laatst offscreen de laatste planten gekocht. Ik kan dus nu gaan sparen voor of een 10e slot. Wat wil je daar nou mee? Of, ja, dit. Gewoon van het groeisel voor de boom van de wijsheid. Hartstikke leuk toch? Ja, gaan we daar lekker heen. Ik heb het al een paar keer laten zien. De boom van de wijsheid is letterlijk een boom. Dan flikker je wat van dat spul overheen. En, oh shit, ik was er net toch? Ja. Dan gooi je dit spul overheen en dan krijg je tips over de game. Tips zoals... Hoeveel cherrybombs heb je nodig om een garankar neer te halen? Meer dan 1. Minder dan 3. Hier zie je het duidelijker. 2. Oké, dit zijn best wel handige dingen om te weten. Dus dan grote zombie gast heb je 2 cherrybombs voor nodig om neer te halen. Oké.
Als je voor mushroomplanten zoekt voor je Zen Garden, heb je meer geluk als je nachtlevel speelt. Dat is ook best een goede tip. Echt, er zitten best wel geinige tipjes in waarvan ik denk, nou. Als je dus nachtlevel speelt en je krijgt een plantje, is de kans dat een mushroom is groter. Oké. Ik zou me niet erg zorgen maken over het permanent kapotmaken van je tuin door doomshrooms. Na een tijdje geneest de aarde zichzelf. Dat wist ik ook wel. Kom op, ik heb de game uitgespeeld. Heb je wel eens op de bloemen in het menu gedrukt? Probeer het eens. Ik wacht hier. Oké. Welke bloemen? Oh, deze. Huh? Wow. Zieke shit. Wat is dit dan? Hoe werkt dit? Je kan dus op die bloemen drukken, ja? Is dat nog de mogelijkheid dat ze er allemaal afvallen of is dit alles? Dit zijn allemaal van die hele kleine dingetjes die ik super leuk vind en ik heb toch geen geld. En op een gegeven moment staat hij bij de achievements. Towering Wisdom. Als je hem boven 100 feet groeit, dan krijg je een reward. Ja, en een prijs. Leuk, hè? Gewoon meer van die troep kopen. Geef me hints, man. Eigenlijk heb ik ook weer geen zin om ze te vertalen, maar anders ben ik ook zo stil. Dus ja, je moet toch wat, hè? Ik vertaal ze gewoon lekker. Ik kan niet vertalen. Ik studeer geen Engels, dat je het even weet. Ik doe gewoon scheikunde en dat is vaak in het Engels. Je moet het ermee doen, weet je wel. Oké, dan. Ik gooi wat van dit poepje over je heen. Hoe kan ik zien hoe lang die bitch is? De legende zegt dat als een bevroren zombie... Oh, dat de bevroren zombies langzamer eten. En ik ben hier om te vertellen dat de legende waar is. Dat wist ik ook wel. Bevroren zombies eten langzamer. Dat merk je gewoon. Dan duurt het langer voordat ze je plant opeten. Wat best fijn is. Oeh, hij groeit een beetje. Heb je gehoord van de elusieve Yeti-zombie? Sommigen zeggen dat hij zich verstopt in het pikken donker. Dat is waar. De Yeti-zombie zit in dat level waar het iedere keer bliksemde. Ik heb hem nog niet kunnen vinden, maar daar zit hij. Oké, dan. Moet er goed een blaadje aan. Weet je wat goedkoper is dan gratis? Niets. Dat is waarom puffshrooms essentieel zijn in nachtlevels. Duh. Ik zeg het altijd al. Ik heb laatst nog een video gemaakt. Oh my god, gratis. Over hoe fantastisch puffshrooms zijn. Maar oké, weet je wat? Ik vergeef het je. Hoop je dat je waterplanten vindt voor je Zen Garden? Ik durf erop te wedden dat je ze beter vindt in zwembadlevels. Best logisch, nadat je zei dat paddenstoelen makkelijker te vinden zijn in nachtlevels. Maar oké. Heb je gemerkt dat Grungatars soms andere zombies gebruiken om je planten om te beuken? Wat maar werkt, denk ik. Oh, dat heb ik nooit gezien eigenlijk. Maar oké, leuk verhaal, man. Toppie. Stinky, de slak, houdt zeker van chocolade. Misschien houdt hij er een beetje te veel van. Weet je wat? Hij zal niet stilzitten voor een uur nadat hij het heeft gehad. Dat wist ik niet. Je hebt dus zeg maar je Stinky de slak hier. En die pakt muntjes voor je op. Alleen ja, het idee is zeg maar van Zen Garden dat je 1001 planten hebt en die niet verkoopt. En die poepen dan af en toe muntjes uit. En dan geef je Stinky de slak een chocoladereep. En dan gaat hij fucking snel bewegen, jongen. Voor een uur lang. Vooral voor de mobiel is dat handig. Want dan kun je gewoon de app sluiten en dan kom je na een uur terug. En dan is het echt, terwijl je weg was, heb Stinky 1000 muntjes verzameld. In deze game zou dat 10.000 muntjes zijn. Dus ja, dan moet je heel veel planten hebben staan. Ik heb geen zin om planten te verzamelen. Misschien, ooit. Al nooit meer van het spul kopen, joh. Oh, de video is ook alweer 13 minuten. Nou, wat raar. Ik heb alleen maar mijn zombie streak verder gezet. En wat zaad gekocht. Ik ben dol op zaad kopen, dus dat komt goed uit. Even kijken, terug naar mijn boom. Terug naar mijn boom. Hoe hoog is hij eigenlijk? Is dat nog te zien? Niemand weet het. Vroeg ik net eigenlijk ook al trouwens. Als je denkt dat Survival Enders Mode alleen... Oké. Ze zeggen ja. Als je in de Enders Mode speelt, dat je alleen... Wat? Ik volg het niet eens. Gewoon een kut tip. Gewoon mijn tip is... Negeer die tip. Hij is kut. Vaak is de vraag gesteld, waar vind je chocolade? Een betere vraag is, waar vind je geen chocolade? Hij dropt in iedere game mode. Nou, wat fijn om te weten, boom. Boom van de wijsheid. Gravebusters, hè? Pak ze op wanneer je graven ziet aan de rechterkant van het scherm. Samen met zombies. Dat is wat ik doe. Wat? Oké, cool man. Tof verhaal. Begrijp alleen de ballen van. Wauw, dat is best wel veel. Dat wist ik niet. Ik heb gehoord dat Buckethead zombies 5 keer zoveel damage nemen als normale zombies. 5 keer. Ik dacht dat het 3 was altijd eigenlijk. Dat Coneheads dubbele namen. Oké, weer wat geleerd. Boef. Sorry, ik moest even een beetje kotsen. Beetje kotsen over mijn vuisten. Oké, we moeten nog een paar minuten vullen. Ik ga mijn eigen zombie bouwen. Dat is de enige manier. Nieuw zombataar. Skin. Wat voor huidskleur? Deze huidskleur. Ik ben geen racist. Wat voor haar? Dit haar. Ik ben een racist. Wat is nou echt een mooi kapsel? Dit. Dit is echt alsof hij een flinke rocker is. Flinke slash-achtig. Ginger-achtig. Roze. Blauw.
Punker, groen? Nee, ik ga wel gewoon voor zwart. Zwart is wel cool. Fish, hij lijkt nu een beetje op Jon Snow. Don't you think? Ja, het is gewoon perfect Jon Snow. Nu niet meer. Nu lijkt het op Jon Snow versus de Cashman. Dit snorretje hoort er wel bij. Zo lekker zwart. Worm uit je oog vind ik te cliché. Hij moet een beetje kijken zo van, what the fuck? Met rode ogen. Met deze kleur ogen. Hij moet natuurlijk wel een zonnebril dragen die rood is. Voor de maximale swagger. Kleertjes. Mummy pak! Dat is van de reclame, ja. Je zal het nooit begrijpen, kijker. Dit is wel heel diep. Hij is nu een soort hipster zombie die heel poëtisch is. Een soort Franse zombie die poëzie schrijft. Daar hou ik ervan. Nou, wat hoort erbij? Bij die outfit, een gouden ketting, sowieso. Hoedje, het liefst een fedora. Iets wat zegt, oeh, ik ben diep. Of deze vikinghelm die totaal niet past. Deze tulband. Deze propellerpet. Ja, eigenlijk gewoon geen hoedje. Of dit. Dit is ook nog wel een beetje van, oeh, groovy. Ik ben schrijver van diepe muziek. Waarom kan dit hoedje niet zwart? Verdorie, dan maar rood. Ja, perfect. Achtergrondje. Gaan we lekker op het dak staan, joh. Finished. Woe. Zo, hij is helemaal goed. Dit is mijn verzameling mannetjes momenteel. Mooi, hè? Als je nou denkt, welk van deze mensen schrijft de mooiste gedichten? Ik zou mijn geld inzetten op deze gast. Gewoon. Dat is gewoon een gevoel. En omdat ik hem gemaakt heb. Speciaal voor die reden. Ik heb gewoon meer zombie gedichten nodig in mijn leven, snap je? Cool. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering. Meer planten tegen de zombies. Ik wou eigenlijk deze aflevering al werken aan het vrijspelen van een nieuwe trofee. Door een nachtlevel te halen zonder mushrooms. Weet je wat? Dat skippen we even niet naar de volgende video, maar de video daarop. Want het idee. Afgelopen twee video's heb ik eventjes geen survival gedaan. Doe ik nu weer even wel survival. En dan doe ik daarna weer geen survival. Wow. Hoe cool is dat? Niet heel cool. Ik wil gewoon nog even een paar afleveringen van deze serie doen. Want het is leuk. En ik wil er alles uithalen. En dan Peggle doen. En dan Plants vs. Zombies 2. En hopen dat die game ook heel leuk is. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk vond je hem leuk. En anders... fuck jou. Ja, constructieve comments in de comment sectie. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!